Dit is Trudo FM. Trudo FM. Sweet box and everything's gonna be alright. Wel, als ik aan het volk hier in de studio bekijk, als ik het volk in de studio bekijk, Joris, dan zal het wel allemaal in orde komen. Je hebt zelfs een heel lang maatje gekregen naast je. Ja, zo is dat, Tim. Bijzonder groot. Want ja, we hebben hier enkele jongeren bij ons en die komen iets vertellen over pesten. Want pesten blijft vaak nog in de taboesfeer zitten, omdat er niet graag mee uitgepakt wordt. Als je gepest wordt, enkele Truinse jongeren die willen dit onderwerp wel aanpakken en maakten er een kort film, namelijk De Laatste Keer, over. Bij ons Robin, Maxime en Bruno voor een toelichting. Hallo. Welkom hier in de studio van Trudo FM. Jullie zijn bijzonder jong. Welk zijn jullie leeftijden? Ik ben 14 jaar. Ik ben er 22. Ja, en ik ben 15 jaar. Ja, en dat waren Robin, Bruno en Maxime die jullie in volgorde hoorden. Robin, jij bent met het idee gestart om een kortfilm te maken. Hoe is die ambitie bij jou gegroeid? Die ambitie... Ik heb eigenlijk al zeer lang een passie voor film. Al toen ik 10 jaar was of zo, ben ik al gestart met van die kleine filmpjes te produceren. En ik was van plan al langer om echt een project te maken, maar ik wist gewoon nooit hoe ik eraan moest beginnen. Ik heb een verhaal geschreven en zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, dan denk je van ik ga echt wel een kort film maken, ja, die ik aan het publiek wil vertonen. Je hebt daar ook een opleiding voor gevolgd, of je bent daar een opleiding voor aan het, ja, volgen? Ik volg nog altijd een opleiding aan de filmcursus van Villa Basta. En ja, ik leer daar toch wel interessante dingen, alles over regie, film, maar ook foto en zo dus. Ja, en dan moet je concreet starten. Je hebt materiaal nodig, je hebt geld nodig, je hebt een locatie nodig. Hoe is dat allemaal gegaan? Dat ging wel vrij goed. Camera en zo had ik zelf al, dus school zijn we dan toestemming en vragen voor te gaan filmen. Ja, welke school is dat? Dat is Solf Campus Tuinbouw, hier ook in Sint-Truiden, de Diestersteenweg. Je gaat daar ook zelf naar school? Ja, ik ga daar zelf naar school. Ik volg op dit moment plant en tuin. En dat is iets helemaal anders dan ik normaal doe, want ik ben altijd met film bezig en zo. Maar ik ben toch wel van plan om iets met film te gaan doen. Ja, je zei net de tuinbouwschool. Waren ze dadelijk akkoord om daar te gaan filmen? Ja, absoluut eigenlijk wel, want ik heb er geen moeite voor gedaan. Ik vroeg gewoon van, is het mogelijk om hier een kort film te filmen dan? En ze zeiden direct van, ja, oké, perfect, goed, dat mag. Ja, en dan die dialogen, zei je net ook al, die heb je zelf geschreven. Heb je daar ergens een opleiding in gevolgd? Of nee, eigenlijk niet, nee. Geen idee. Gewoon natuurlijk talent. Ja, natuurlijk talent. En dan ben je op zoek gegaan naar acteurs en je hebt er hier twee meegebracht. Er doen er nog meer in mee, maar zijn er vandaag twee meegekomen, Bruno en Maxime. Jullie kenden elkaar niet, voor alle duidelijkheid. Nee, klopt. Drie onbekenden die samen een film gaan maken, als dat maar goed komt. Maxime en Bruno, jullie zijn gecast. Maxime, jij bent al bezig met een toneelopleiding, als ik het goed begrepen ja, heb. Ja, ik doe een toneelopleiding aan de Academie van Tongeren. Voor deze opleiding heb ik ook nog 2 jaartjes in de Academie van Borgloon gezeten, maar dat was meer, zo toneel, ja, letterlijk spelen. Nu zijn we meer bezig met gezichtsuitdrukkingen en meer een soort verdieping in het toneel. Ja. Robin, hoe is die casting gebeurd? Dus je hebt Bruno en Maxime gecast. Hoe is dat gegaan? Ik had een advertentie geplaatst op Facebook in eigenlijk een soort groep waar acteurs en figuranten en dergelijke in zitten. En zo ben ik eigenlijk bij Bruno terechtgekomen, maar bij Maxime was eigenlijk door een vriendin. En ik kende die en hij kende die ook. En toen vroeg ik van, ja, kent je toevallig geen acteur voor mee te spelen in een kortfilm? En ze zei meteen van, ah ja, ik ken een, dat is Maxime Mag. Contacteren maar. Ja, Maxime, was dat het logische gevolg voor jou, een kortfilm na die toneelopleiding of tijdens die toneelopleiding? Ja, als je met zo'n opleiding bezig bent, wil je natuurlijk altijd niet enkel de opleiding zelf afmaken, maar wil je natuurlijk ook je eigen talent eens tonen aan de mensen. Dus gewoon een logisch gevolg, ja, natuurlijk. Ik denk dat, ja, er zijn geen nadelen aan zo'n kortfilm mee te spelen. Dat is gewoon puur plezier maken, puur de mensen iets willen vertellen. En ja, je passie delen met andere mensen. Dus het logische vervolg, denk ik wel. Bruno, we hebben jou nog niet gehoord. Ik wil jou zeker en vast ook even aan het woord laten. Jij bent eigenlijk als enige niet-Truienaar toch ingegaan op deze advertentie. Klopt. Waarom? Omdat ik eigenlijk het thema, het ging over pesten, en ik vond dat een heel interessant thema.
En ook jongeren die op die leeftijd een film in elkaar steken, ik vind dat alleen maar heel ambitieus en daarom heb ik toegezegd. Ja, je had ook al toneelopleiding gevolgd of toneelervaring? Ik had een 3-jarige toneelopleiding aan het Conservatorium van Leuven gevolgd. Ja, was dat ook voor jou een droom om in een kort film mee te doen? Absoluut. En ik heb er alleen maar toffe mensen bij leren kennen. Ja, toffe mensen. Werd je dadelijk aanvaard in die groep? Want ze zeggen toch altijd truinaar, het is een taas apart. Heb je dat ook ondervonden? Dat heeft geen problemen gegeven. Nog niet. Maar goed, zou ik zeggen. Vertel eens even de korte inhoud van de film. Wat is het verhaal? Het verhaal is eigenlijk twee beste vrienden. Die doen eigenlijk alles samen. Maar... Er komt een groepje pesters tussen, waardoor er toch iemand een beetje verdwaald geraakt in die wereld van... Ja, wat zal ik nu doen? Zal ik nu met de pesters gaan of met mijn beste vriend? Hij wist het eigenlijk zelf nog niet te goed. En er gebeuren toch wel dramatische dingen, zal ik zo zeggen. Jullie schuwen de realiteit niet? Nee, het is echt een correcte weergave van de realiteit. We hebben wel gekozen voor misschien wel het uiterste van de realiteit, maar ja, als je in de film het zachte kantje gaat laten zien, dan spreekt het niet genoeg aan. Dus we hebben de harde realiteit laten zien. Ja, en dan even over jullie rollen. Maxime, jij bent degene die gepest wordt. Ja, ik ben de gepeste, jammer genoeg. Ik zou eerder schrik hebben van jou, zo groot. Ja, maar je wordt toch gepest. Dat spreekt misschien ook aan als de grootste is gepest wordt. Hè. Het gebeurt ook waarschijnlijk. Het zullen niet altijd kleine jongens zijn die gepest worden, maar ja. Ik speel de rol van Simon, de gepeste jongen, klopt. En jij, Bruno? Ik speel de rol van Pieter en ik ben eigenlijk zijn beste vriend die hem door dik en dun steunt. Tot op een bepaald moment misschien. Misschien. En dan misschien. Zullen we naar de film moeten kijken om het vervolg te weten. Het thema pesten komt heel vaak in de media, blijft maar terugkomen, hoe jammer dat het ook is. Het is nu ook de weken van het pesten, tegenpesten. Jullie film is echt wel op het juiste moment in de media gekomen. Maar wat is eigenlijk het verschil voor jullie tussen pesten en plagen? Plagen is eigenlijk meer iets om te lachen, zal ik het zo zeggen. Ja. Want je kunt zo iets zeggen van... Je bent er een beetje mee te lachen en zo. Maar pesten is iets zwaarder, want het is iets wat je blijft herhalen. Het is altijd hetzelfde van... Zo van die dingen allemaal. En het wordt ook hard aangepakt met slaan, met gevechten. Ja. Ja. Ik denk dat plagen is om de persoon zelf misschien een beetje aan het lachen te maken. Maar pesten, dat is gewoon puur om de persoon te kwetsen. Dus plagen kan, pesten niet. Wel, dat vind ik mooi gezegd. Het is en blijft een gevoelig thema. Een taboe ook nog, zeker en vast. Ja. Waren jullie dadelijk akkoord, Bruno en Maxime, om dit gevoelige thema toch wel te behandelen? Ik denk dat het een beetje dom zou zijn van ons om daar niet akkoord mee te gaan. Het is zo actueel op dit moment. Het blijft gewoon zich afspelen de hele tijd. Dus ja. En tegenwoordig is het ook heel vaak op de computer. Wordt er cyber gepest? Ja. Wat denken jullie daarvan? Van het cyberpesten zelf denk ik vooral... Ja, dat is gewoon nog erger dan in het echt. Zover moet het toch helemaal al niet komen. In het echt is al erg genoeg. Maar om het nu ook nog via de computer verder te gaan uitbreiden, nee. Dat is ja, want de technologie is meer aan het uitbreiden. Ja. En ik vind het echt heel laag dat mensen dat kunnen doen via het internet. Het is echt een zaak apart. Wordt het niet vaak uitgelokt door degene die gepest wordt? Je moet maar geen foto's op Facebook zetten. Kan, ja, daar kan het ook wel aan liggen, maar... Ja. Dan nog is het dom om daarop in te gaan. Dom, je gaat toch niet een persoon kwetsen daardoor? En het is laf. Ja, vooral. Voilà. Ja. Laf en laf. Slecht. En, ja, er is gewoon geen positief kantje aan. Misschien denken sommige mensen van ja, de persoon wordt er sterker door. Maar oh, dat is toch een te groot risico om te nemen. Want ofwel ga je er helemaal onderdoor ofwel word je er sterker door. Maar... Zijn jullie zelf ooit gepest geweest? Buiten in deze film natuurlijk. Ik gewoon misschien niet echt gepest geweest, natuurlijk. Wel, misschien lachen ze af en toe omdat ik groot ben en een beetje slons met mijn benen zo. Maar zelf echt gepest geweest? Nee. En jij, Bruno? Ik ook niet. Wel zo geplaagd, maar voor de rest plagen moet kunnen en pesten niet. Zo simpel is het. En jij, Maxime? Jij, Robin? In het lager ben ik er toch wel een beetje mee in aanraking geweest. Toch een
klein jaartje of zo. Maar dat is allemaal opgelost geraakt, dus ik ben eruit. Ja, maakte het dat voor jou niet moeilijker om dan toch dat onderwerp in een film te steken? Ik kon me wel baseren op een paar feiten van in de film en zo. Dus daarmee, ik vond het een zeer actueel en ook interessant thema, want er werd niks gedaan aan pesten en nu nog altijd niet, want het komt voor met jongeren, maar ook bij volwassenen en daar moet ook iets aan gedaan worden, vind ik. Voilà, daar gaan we dit eerste gedeelte mee afsluiten. Zo dadelijk gaan we verder over de film, over de première en over de ambitie van deze drie jonge, talentvolle heren. Zeker blijven luisteren, we gaan nu even wat muziek draaien. En we zijn er zo dadelijk terug met het tweede gedeelte van dit. PM Down featuring Kimani met Gotta Be Moving Up hier op Trudeau FM. Het is ondertussen 7:15 geworden en de heren staan hier nog altijd bij ons, Joris. Als er iets is wat ik in dit eerste gedeelte geleerd heb, Tim, dan is het dat deze drie jongeren enorm veel talent hebben en het zeker en vast gaan maken. Ze hebben een kort film uitgebracht de laatste keer en daar gaan we het nu verder over hebben. Wat hopen jullie met die film of met dat onderwerp pesten precies te bereiken? Wat is jullie grootste doelstelling? We willen het sowieso aan scholen uitbrengen. We willen toch aan de leerlingen laten zien van kijk, dit is pesten en dit kan niet. Ja, het is ook, we willen natuurlijk niet enkel scholen, maar ook VZW's. We willen er verder projecten eventueel mee opbouwen. Daar zijn we ook al een klein beetje mee gestart. We willen ja, niet enkel kinderen, ook volwassenen er aan de realiteit onder ogen laten zien. En ja, gewoon het ja, beste uit de wereld helpen. Moeilijk, maar toch ons steentje bijdragen om het te doen. En te laten zien dat de jeugd niet alleen pest, maar ook er iets aan doet. En ik hoop vooral dat hun gedrag daar ook mee gaat wijzigen. Dat als mensen het in de realiteit zien gebeuren, dat ze ook durven ingrijpen. Want dat is iets wat nog altijd te weinig gebeurt, vind ik persoonlijk. Ja, dat is heel juist wat je zegt, Bruno. Er zijn ook festivals voor kortfilms. Is het ook voor jullie een doel om de laatste keer op dat niveau te vertonen? Voor ons eerste project zou ik daar toch nog even mee wachten. Maar ja, zeker voor volgende projecten toch doen, zeker en vast. Ja, het is altijd fijn als je eigen projecten, vooral voor hem dan denk ik, ja, als je je eigen projecten ziet schitteren, want het is ongelooflijk fier op deze jongen en hij mag er zeker voor in de bloemetjes gezet worden. Ja, dat is ook. Gaan jullie blijven samenwerken trouwens? Ja, want we zijn op dit moment ook een klein productiehuisje gestart waar we samen toch wel films, documentaires, interviews, alles rond actueel thema's ook willen uitbrengen. Een soort feitelijke vereniging. En wat is de naam van dat productiehuisje? Movie Trees. Yes. Ja, en dat hebben jullie samen opgericht. Ik zou de volgende vraag dan eigenlijk niet moeten stellen, maar ik ga ze toch stellen. Komt er een vervolg op deze film? We hebben toch wel een... Bedoel je op de film zelf? Ja, komt er een andere film? Zijn jullie daar al mee bezig? Of gaan jullie nu gewoon wachten tot deze film gemaakt is en alles stap voor stap? Ik denk wel dat we nog even gaan wachten tot na de première. We willen alles op ons gemakje doen, rustige verhaaltjes schrijven, scriptje en zo verder. We willen natuurlijk uit deze film alles halen wat er te halen valt. Hè. Mm-hmm. Het is de bedoeling om deze film echt een boost te geven en daarna sprokkelen om dan dubbel zo hard terug te slaan met het volgende project. Ja, voilà, zo hoor ik het graag. Is er een website waar onze luisteraars meer info kunnen vinden over jullie film of jullie komende projecten waar jullie mee bezig zijn? Ja, absoluut. www.delaatstekeer.tk. Daar kunnen ze alles vinden over onze première zelf eigenlijk en over dit project. Maar voor meer info kunnen jullie op onze Facebookpagina Movie Trees of De Laatste Keer. Ja, en ik heb zo het gevoel dat jullie constant op Facebook zitten, dus we treffen, ja, we treffen jullie zeker een vast. Sociale media is ongelooflijk belangrijk. Laat me er nog even bij zeggen, binnenkort publiceren we waarschijnlijk onze site van Movie Tree zelf online, maar daar wordt op dit moment nog aan gewerkt door ons. Maar dat gaat er binnenkort ook komen. Zeker en vast, zeker. Ja. Ja, en jullie maakten ook een trailer, net zoals de echte. De trailer hoort er natuurlijk ook bij. Over deze film, waar kunnen we die bekijken? Deze kunnen jullie ook bekijken op onze website www.delaatstekeer.tk. Daar vinden jullie alle informatie, de trailer en... En hoe lang duurt de film precies? De film duurt toch een kwartiertje. Dat is de tijd voor een kort film natuurlijk. Over een maand, iets meer dan een maand, is het zover. 8 spannend, maart, de spannend grote première. Hebben jullie nu al zenuwen? Meer dan dat zelfs. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar ja, het is niet per se voor de première, maar vooral voor de voorbereidingen die eraan te pas komen. Veel werk. Ja,
veel werk. We ja. Geen oog meer dicht. Nee. Toch zien dat jullie een beetje uitgeslapen zijn in de achtste waard. Schoolwerk gaat natuurlijk ook. Dat is er ook nog, die school natuurlijk. Ja, maar... Nee. Daar wordt ook voor gewerkt, geen zorgen. Ja, jullie zijn nu al volop bezig met de promo voor de film. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Vertel eens, waar zijn jullie al geweest en wat staat er nog op het programma? Op dit moment zijn we gisteren in het Belang van Limburg geweest. Een maandje geleden zijn we ook in het Laatste Nieuws geweest, in de Truien neer. Maar we gaan volgende week ook langs bij, bij TV Limburg. Sorry. Ja. En daar verwachten ze ons in de studio. Ja. Dus dat wordt spannend. Ja, en dan vandaag bij Trudeau FM natuurlijk. Absoluut. Uiteraard. Mogen we niet vergeten. Ja, welke zijn de meest verrassende reacties die jullie al gekregen hebben? Want voegen mensen jou toe op Facebook? Heb je van die toestanden al meegemaakt? Ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk, want dagelijks krijg je echt constant. En aanvaard je die allemaal, Robin? Nee, mensen die ik ken, die aanvaard ik wel, maar voor de rest doe ik dat niet. Maar... Misschien een Facebook oprichten, speciaal over de film. En dan mag je iets groter zijn, denk ik. Dat is een volwassener. Uiteraard een grapje. En jullie, krijgen jullie ook reacties? Goh. Hier en daar. Ja. Is de film al doorgecijpeld tot in het verre Leuven? Ik doe het al het mogelijke om het in Leuven promoveerbaar te krijgen. Ja. Natuurlijk, het is ver natuurlijk, hè, Leuven, Sint-Truiden. Maar ik doe mijn best. Wel, dat is natuurlijk het fijnste. En jij, Maxime? Ja, hetzelfde als Robin. Veel mensen die mij proberen toe te voegen. En sommige negeer ik gewoon, omdat het begint zo af en toe een beetje te veel te worden. Maar sommige mensen die toch wel... Ik zal zeggen, kennissen die ik toch wel alles gezien heb, die probeer ik toch te accepteren. En eens te praten. Kan je al door de stad lopen zonder aangeraakt te worden? Ja, maar toch hebben we toch al meegemaakt jullie zijn die mensen van die kortfilm. Dat is wel ernstig. Ja, dat doet ongelooflijk veel. Bereid jullie maar op het ergste. Ja. De film natuurlijk, die komt in het cultureel centrum uit. Dat konden jullie vastleggen. Is ook al heel mooi. Hoeveel volk verwachten jullie of waar hopen jullie op? We verwachten heel veel volk, toch? 418 man. Dat een volle schouwburg. Dat zou enorm mooi zijn. En daar gaan we natuurlijk ons best ook mede voor doen. Alle mensen volop promotie maken. Ja. Deel onze website. Ga naar je vrienden, zeg dit en dat. En voilà, we zijn vertrokken. Ja, wanneer en hoe laat is de première? Want dat is natuurlijk belangrijk. Van hoe laat kunnen de mensen in de schouwburg terecht? Ja, de mensen die mogen binnenkomen vanaf 18 uur en om 6:30 gaan de zalen open. Dus... En er is ook nog een hapje of een drankje voorzien? Ja, uiteraard. Op dit moment zijn we daar nog een beetje over aan het praten. Maar die ideeën worden binnenkort ook nog volop gedeeld via onze Facebook en via al onze mediakanalen. En hoe moeten ze reserveren? Want dat vragen jullie ook om toch een beetje een overzicht te houden. We willen graag dat ze reserveren via onze website www.delaatstekeer.nk. Altijd handig. Moeten ze gewoon even een formuliertje invullen. Oftewel via movietrees@gmail.com. Ja. En er wordt ook een kleine inkom gevraagd? Ja, we vragen €2 plus een consumptiebonnetje. Ja, daar zijn we... Ja. Daar kan je niks voor gaan drinken op de grote markt voor €2. Nee, we zijn op dit moment nog een beetje bezig, omdat er enkele misverstanden waren geweest. Dus we zijn terug een beetje aan het onderhandelen. Maar binnenkort veel meer duidelijkheid. Excuses voor het ongemak. Maar binnenkort toch alles komt goed. Ja, zeker. Goed doen. Ja, hou jullie Facebook zeker in de gaten. Zeg eens even de Facebook. De laatste keer. Gewoon de laatste keer, spaasjes ertussen. En Movietrees, daarop kan je eigenlijk alle informatie van ons vinden. En natuurlijk op onze persoonlijke Facebookpagina's vind je natuurlijk een iets uitgebreidere versie van de informatie misschien. Vertel eens, waarom moeten onze luisteraars naar de laatste keer komen kijken op 8 maart in Cultureel Centrum De Bogaert? Vooral ook omdat het een zeer actueel thema is. Pesten, zoals we daarnet al zeiden, is toch wel iets zeer zwaar. Dus we willen gewoon de feiten aan de mensen laten zien van kijk, dit kan niet. Dus we hopen toch. En de film is gemaakt door een 14-jarige jonge man die aan het Zwolfcampus tuinbouw studeert. Ja. Dat is toch ook al super merkwaardig. Dus en gewoon om jullie respect aan Robin te betuigen, zeker in zijn kijkje kunnen nemen. Wel, dat is heel mooi. Jullie kregen trouwens ook al reacties van enkele bekende personen. Vertel eens, wie steunt jullie?
We hebben een mailtje gehad van Michiel Knops, een bekende truienaar. Ik heb straks even contact gehad met Matthias Vergels. Dat kan ik misschien toch ook al mededelen. En dan hebben we de pers. De bekende Louis van thuis, ja? Natuurlijk. Ja. En dan, goh ja, ik probeer zoveel mogelijk BV's te strikken. Ik heb contact gehad met Stijn Steijaert. Niels de Stalsbader. Niels de Stalsbader hebben we proberen. Koen Krukke. Op dit moment nog niet zo heel veel reactie, maar toch al een beetje. En ik weet niet, die naam is zeer moeilijk uit te spreken. Naufel Bardaj. Ook een acteur uit thuis die we proberen Adil te strikken. Adil, ja. Excuseer, Adil. Ook zeer populair op dit moment. Wel, ik hoop dat ze allemaal naar jullie komen kijken. Ik wil nog een laatste vraagje aan jullie stellen voor we dit interview afsluiten. Jullie stralen allen van gezonde ambitie, dat is het minste wat we kunnen zeggen. We zijn nu 2015. Waar hopen jullie over 5 jaar 2020 te staan? Robin, jij bent dan 19 jaar. Waar kunnen we jou dan terugvinden? Ik hoop dat ik dan toch al met een grote, echte productie kan samenwerken. Echt al zo laten zien, maar kijk, deze project heb ik al ontworpen samen met deze twee fantastische kerels. Dus ik hoop toch wel nog veel projecten. Filmschool of andere studie? Ja, ik denk toch dat ik filmschool ga volgen. Bruno, jij bent dan 27, 28. Klopt. Waar vinden we jou dan? Ik hoop dat ik dan mijn studie toerisme heb afgerond en dat ik eventueel gestart ben aan een professionele toneelopleiding. En rara, wie weet staan we wel op onze eerste langspeelfilmset, hè? Ja. Ja, ik hoop het ook voor jou. En Maxime, nu 15 jaar, dan 20 jaar. Tegen dan hoop ik mijn middelbaar afgemaakt te hebben. En goh ja, wie weet. Ik denk eerst misschien een basisstudie om toch zeker te zijn voor het beroep dat ik later toch echt kan gaan werken, want in de acteurswereld is het natuurlijk moeilijk. Maar natuurlijk met deze twee kerels verder gaan in ons productiehuisje. En gewoon ons amuseren en mensen ons talent laten zien, als ik het zo mag noemen. Wel, ik hoop één ding, dat jij dan niet nog meer gegroeid bent. Nee, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Hier niet meer binnen in onze deur van Trudo FM. Ik dank jullie ontzettend voor dit interview. Ik wens jullie ontzettend heel veel succes met de kortfilm. Voor jou ook nog bedankt, Joris, omdat zonder jou hadden we hier nu niet gestaan, denk ik. Het is allemaal begonnen bij jou, toen Robin en ik hier op gesprek kwamen. Dus heel veel bedankt, Joris. Merci. Wel, dat is heel graag gedaan. We gaan niet emotioneel worden. Heel veel succes en ik ga een afspraak maken met jullie als jullie volgende film uitkomt en als jullie op het grote scherm komen, dan komen jullie terug naar Trudo FM, waar alles begonnen is. Robin Bogaert, Bruno dank van Haverbeke en Maxime dank je wel. Van De Laatste Keer. Dit is Trudo FM. Trudo FM.